De regering verwacht dat uiterlijk begin februari er meer ademruimte komt in de economische situatie van het land. Er zal een bedrag van 600 tot 650 miljoen US-dollars vrijkomen van het Internationaal Monetaire Fonds, de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en mogelijk ook de Caribbean Development Bank. Deze middelen zijn bestemd voor de hervorming van de economie, zei president Chandrika Prasad Santokhi woensdag tijdens een persconferentie. De president benadrukt dat de hervormingen zijn gestart op het moment dat de nieuwe regering aantrad. Is de minister van Financiën ook al gestart met het betalen van achterstanden naar instellingen toe, vooral sociale instellingen, die afhankelijk waren van subsidie en afgelopen jaren niet betaald geworden zijn. Ook dat traject hebben we al ingezet. En believe it or not, we krijgen elke dag brandbrieven van schuldeisers. Van achterstallige leningen die afgelost moeten worden. Van schulden die afgelost moeten worden. En we zijn ook al in staat, step by step, ook dat af te lossen. De grootste uitdaging voor de regering blijft de Oppenheimer-lening. De regering moest gisteren de tweede renteaflossing van 26 miljoen US-dollar voldoen, maar heeft dit uiteindelijk niet gedaan. De bedoeling is deze lening te herschikken, zodat ook hier Suriname meer ademruimte krijgt. Maar natuurlijk zijn er nog zware leningen. Grote leningen, zware rentes, zoals de zogenaamde Oppenheimer-leningen. Van totaal 550 miljoen US-dollar plus 125 miljoen US-dollar, 675 miljoen US-dollar tegen rente van respectieve 9,25% per jaar en bijna 13 plus rente per jaar voor de tweede Oppenheimer-lening. Het zijn zware bedragen die je op jaarbasis moet aflossen. En zo zouden wij op 28 oktober de tweede rente moeten aflossen van 26 miljoen US-dollar plus voor de Oppenheimer 1-lening. En we hebben gekeken naar ons huishouden. En we hebben gezien, als je dit geld zal onttrekken, los van het feit hoe, dan zal dit een zware slag betekenen voor onze economie. En dat zal doorwerken naar de sociaal-maatschappelijke sectoren. Het zal doorwerken naar de burger. Het zal doorwerken naar de gezinshuishouding. Wij hebben gezegd in nauwe samenspraak met ons internationaal adviesbureau Lazard. En ook met nauwe betrokkenheid van IMF dat we dit niet kunnen betalen. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de regering in de congreshal.